Deze vakvereniging kan terugzien op een uitstekend geslaagde vakdag. Met prima weer, niet te warm, mooie banen en goede kwaliteit in de doorsnee van de paden. Uitstekend zou ik zeggen. De veulens hadden 4 eerste premies. Mooie, moderne, met mooie halzen, makkelijk bewegende veulens. Ook van jonge hengsten zien we graag. En daarnaast de jeugd, dat is Hentes en Twentes, viel misschien iets tegen omdat er geen eerste premies werden gegeven. Maar de 3-jarigen die maakten dat meer dan goed. Uitstekende beweging, ook met name in de draf en de stap, dat was opvallend. De stap die was vandaag goed en de draf, krachtig achterbeen, zien we graag met goede houding en ruimte en souplesse. Ook de 4 jaar en oudere merries waren goed van kwaliteit. 2 eerste premies in de 4-jarigen en ook de oudere paarden lieten zich uitstekend zien met een eerste premie bij de kroonmerrie en een eerste premie bij de 7-jarigen en ouderen. Kampioen was heel spannend, mooi om te keuren, ook moeilijk voor ons te keuren omdat er toch wat verschillen in paarden waren, in type en in bouw, maar de beweging heeft ook nu weer de doorslag gegeven. En vooral de ruimte en de kracht en de souplesse van de kampioen was opvallend en steeds weer makkelijk door de baan. Provisie had eigenaar. Geweldig.